Deze week mag ik ervaren hoe het is om voor je werk dagelijks bij het begin van nieuw leven te zijn. En ik hoop hierdoor het leven straks beter te kunnen doorgronden. Ik loop mee met Vrouwtje, een ervaren verloskundige in het Brave ziekenhuis in Bergen op Zoom. Ze houdt de hoogzwangere Chantal goed in de gaten in de uren voordat ze haar baby gaan halen met een geplande keizersnede. Mag jij je buik even bloot maken? Jij zei al dat dat de baby tijdens de zwangerschap wat kleiner was. Ja. Hoe was dat om te horen dan, dat hij kleiner was? Ja, eigenlijk heel raar. Want in eerste instantie toen met de 20 weken echo hadden ze gezegd van... joh, alles ziet er super uit. Oh, ja. En 2 weken later kwam ik zeg maar op gewoon controle. En toen zei ze van ja, we hebben nog eens nagemeten. En het zit toch onder de curve. En we gaan je toch eventjes onder extra controle zetten. En alles nog even goed nakijken. Ja, want wat nou als het niet goed gaat? In Nederland worden jaarlijks zo'n 14.500 baby's te vroeg geboren. Dat is zo'n 8% van alle geboortes. Je spreekt van een vroeggeboorte tussen de 20ste en de 37ste week van de zwangerschap. Premature baby's zijn zeer kwetsbaar en komen terecht op de afdeling neonatologie. En omdat bevallingen zich niet laten plannen en ik voorlopig zonder zit, maak ik een uitstapje naar deze bijzondere afdeling in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Hier hangt het leven soms echt aan een zijden draadje. Ik ontmoet kinderarts Willemijn en neonatologieverpleegkundige Hilde. Filemon, hoi, hallo. Hoi. Hallo. Ik ben Hilde. Wat betekent dat precies, neonatologie? Nou, letterlijk de zorg voor de pasgeborenen. Eigenlijk alle kinderen waarbij medische zorg noodzakelijk is, die worden hier gezien. Of waar we misschien een blik op werpen en die even op de kraamafdeling blijven. Maar hier op deze afdeling blijven ze echt opgenomen. Ja, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan naar de polykliniek. En daar zien we een kindje terug die hier heel lang heeft gelegen. Wel 2 maanden, denk ik. Nou, daar gaan we zien hoe het nu met hem gaat. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Sascha ken je, hè? Ja. Ja, goed zo. Hoi. We hebben Hallo. Nog een gast vandaag. Hoi, hallo. Ja. Hallo. Nou, dit is Benan. Wie is dit? Ja. Wow. Ja. Hoe gaat het? Het gaat naar omstandigheden wel goed, ja. 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 Best pittig geweest. Zeker, zeker. Ja. Baby Behnam werd 11 weken te vroeg geboren en heeft de eerste 8 weken van zijn leven doorgebracht op de afdeling neonatologie. Een hele heftige periode voor zijn ouders waar ik me amper iets bij voor kan stellen. Was het voor jou heftig om zo vroeg een kind te krijgen? Ja, zeker. Ja. Omdat ik mezelf goed voelde met 27 weken. En maar 2 weken kunnen uitstellen. Daarna met 29 weken is hij geboren. Nee. Hij was heel klein, ja. Ja. Echt mijn hand. Oh. Ja. Nou, hij lag ongeveer 2 maanden in de couveuse. Ik was er echt verbaasd over dat verhaal. Die is toch echt veel te vroeg geboren. En het kindje wat ik zag er echt super gezond uit, vitaal. Kleine Behnam wordt 2 keer per maand gecontroleerd door de artsen van het Juliana Kinderziekenhuis. Vandaag voert kinderfysiotherapeut Sascha verschillende tests uit. Ga ik eigenlijk even kijken van is de motoriek die hij laat zien, past die ook bij een kindje van gecorrigeerd 6 weken? En wat ik eigenlijk verwacht is dat hij even kan focussen. Dus als ik hem iets laat zien, of mijzelf, of een rood zien ze heel erg goed aan het begin. Dan verwacht ik dat hij daar eventjes naar kan kijken. Dus dat hij dat even kan vasthouden. En soms kunnen ze ook al kleine stukjes volgen. Wat je ziet dus, hij heeft echt een voorkeurshouding. Ja. Hij kijkt het allerliefst naar die kant. Ja. Dus het is belangrijk om te kijken of hij volledig bewegingsvrij is. Ook al lijkt alles nu goed te gaan, baby Behnam is echt door het oog van de naald gekropen. De eerste 24 uur is er een kans dat je hersenbloeding krijgt. Oké, het is niet hetzelfde als die wat wij hebben, maar toch wel ook wel riskant voor een baby. En daar werd je ook wel 2 keer heel goed ziek. Ja, wat kreeg hij dan? Een keer bij zijn maag had hij bloed uit zijn zonde gekregen. En waren ze gestopt met voeding geven. Hadden ze alleen dus vitaminetjes en mineralen hadden ze wel toegediend. Oh ja. Maar voor de rest niks. En na 3 dagen knapte hij dan weer wel op. Okay. En vlak voordat hij naar JKZ zou komen, werd je ook, Juliana Kinderziekenhuis, Het is hier. En werd je ook heel goed ziek. Echt binnen 15 minuten lag hij weer helemaal in de beademing. Want hij werd echt gewoon bont en blauw. Hij stopte met ademen. Maar het is dus echt nog wel riskant geweest. Ja, zeker, ja. Dus eigenlijk wel een klein wondertje hoe je hier nu zit. Ja. Waar hij vandaan is gekomen, 964 gram. Ja. Ja, en nu bijna 5 kilo. Dat allemaal kan. Dat je tegenwoordig er zoveel mis kan gaan dat ze het toch nog goed kunnen krijgen.
Dat is echt, echt ongelooflijk. Okay. Dankjewel, ja, succes. Ja, succes. Dankjewel. Dag. Nou, het komt al goed met hem, hè? Hij komt zeker goed. Ja. Ja, leuk, hè? Omdat hij al zo goed is gegroeid. In het Bravis ziekenhuis komt de keizersnede van Chantal dichterbij. Haar eerste kindje kwam ook met een keizersnede ter wereld, dus ze weet al wat haar te wachten staat. Hoe is dat dat je buik opengesneden wordt, maar je bent nog bij? Ja, heel raar. Je hebt het niet helemaal in de gaten natuurlijk, want er staan zoveel mensen ook om je heen. En ja, ze zijn met zoveel dingen bezig en ik was er toen op een gegeven moment ook wel klaar mee, zeg maar, na 24 uur. Ook echt zoiets had van, joh, snij me open, haal het kind eruit. Ja. En ik hoor het wel wanneer het eruit is. Mijn vriendin die had ook een ruggenprik. Maar dat was echt verschrikkelijk. Vooral die naald die erin gaat en dan... Ja, het moment van die naald gaat erin, dat was voor mij ook wel verschrikkelijk, hoor. Ja. Want ik had op dat moment een weeënstorm en degene die hem ging zetten, die zei op een gegeven moment van, ja, je moet echt stilzitten. En ik was een beetje verneinigd, dus ik zei ook, hoe kan ik stilzitten met zo'n weeënstorm? En dan, die prik erin, zei hij, stilzitten, eenmaal die rouwen. Dus. Oh, ja. Hoe kijk je daar dan nu naar, dat je zo meteen weer zo'n ruggenprik gaat krijgen? Ja, het zal waarschijnlijk nu wat rustiger gaan dan zeg maar toen de tijd. Ja. Dus misschien dat ik nou zoiets heb van, nou, oké, zet hem maar. Maar goed, het kan ook zijn dat ik het dadelijk in één keer omdraai. Mm. Dan weer een gevecht hebben. Maar je zit nu natuurlijk niet in een weeënstorm. Nee, dus nou is het gewoon van, goh, hè, nou kan je iets makkelijker stilzitten. Ja. En rustiger zijn. En, Wat was dat toen het moeilijkste, dat je niet stil kon zitten? Ja, gewoon omdat je aan de voorkant natuurlijk die weeënstorm hebt en gewoon ontzettend veel pijn hebt. Ja. En je wil dat wegpuffen, je wil dat wegdraaien. En je moet gekanteld naar voren zitten, ja, dus je buik zit al in de weg. Ja. Waarom is dit vrouwtje? We controleren altijd eventjes of de baby het goed naar zijn zin heeft. Okay. En met een hard filmpje kunnen we altijd kijken, als het normaal is, dan gaan we ervan uit dat het goed is. Dus dan controleren we altijd een half uurtje ongeveer. Een beetje afhankelijk van hoe het eruit ziet. Hè. Stel dat de baby bijvoorbeeld even wat rustiger is of zo. Of dat het niet zo lekker is, dan controleren we langer. Maar meestal is het een half uur. Ja. Dus. Ik ben er inmiddels achter dat je ook bij een keizersnede soms lang moet wachten. Deel van het werk is dan ook de ouders helpen door de uren heen te komen. Ja, en dat is ook iets wat ik kan. Hoe hebben jullie eigenlijk elkaar leren kennen? Hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ik was een avondje stappen met een collegaatje van mij. Hier in Bergen gewoon, in een café. Geen flauw idee, heet dat. En hij stond daar aan de bar. En hij was, hij stond continu op zijn horloge te kijken. Dus op een gegeven moment ga je er wat van zeggen. Dus ik zei van, dit lang hè, wachten. Ja, ik merkte wel dat hij behoorlijk al wat gedronken had. En hij rook ook behoorlijk naar de knoflook. Leuk personeelsfeesten. Oké. Je had het personeelsfeestje en met veel knoflooksaus? Nee, gewoon scampies. Oké. Dus eerst eten en een borrel erbij. Ja. Maar waarom was jij dan de hele tijd op je horloge aan het kijken? De vrienden die zaten een paar kroegjes verderop, zeg maar. En die komen daar altijd standaard naartoe. Het was eigenlijk een beetje zo kijken, het was wel na 12 uur tegen 1 uur ondertussen. Dus ja, af en toe pakken zo kijken van, komt er nog iemand? Oké. En toen? Ja, toch in gesprek geraakt en dan kom je er toch wel achter van, goh, hij is wel heel erg leuk. En op een gegeven moment was het gewoon, zei ik ook tegen hem, volgens mij ben jij maar op één ding uit eigenlijk. Ja, dronken mannen, dan denk je al van, het is goed geweest. En toen zei hij heel lief, nou, ik ben eigenlijk op zoek naar het meisje waar ik mijn leven mee wil delen. En die heb ik denk ik wel gevonden. Echt? Ja! En jullie waren eerst met elkaar in gesprek? Ja! Ja. Oh. Maar ja, toen dacht je, dan ga je ook achter je oren krabben en denk je van, zat de mannen kunnen best wel eens de waarheid vertellen. Ja. Nou ja, telefoonnummers uitgewisseld en voor vrijdagavond weer afgesproken dat ik naar hem zijn huis zou gaan. En ja, zaterdagochtend ben ik naar mijn werk gegaan. Zaterdagavond heb ik een tas gepakt. Ik ben nooit meer weggegaan. En ook nooit spijt gehad? En ook nooit spijt gehad, nee.